Ja, Ern van der Looy, 51 jaar, vader van twee zoons, getrouwd. Ja, al jaren trainer, denk ik. Dus ik denk dat de mensen me daar wel een beetje van kennen. Via Groningen, in de jeugd, naar het eerste elftal, daarna naar Willem II. En de afgelopen 5 jaar bondscoach van Jong Oranje. Ja, nu ben ik blij om hier te zijn. Ja, en de afgelopen maanden even niets gedaan. Hoe is dat voor een trainer? Dubbel wel. Ik ben gestopt bij de KNVB omdat ik graag een elftal wilde trainen. Dus dan wil je eigenlijk iedere dag op het veld staan. Ja, door verschillende omstandigheden lukte dat niet meteen. Had ook te maken met het feit dat we bij Jong Oranje met een EK nog zaten waar we laat klaar waren. En eigenlijk alle clubs al in de voorbereiding zaten. Nou, dan komen er allerlei dingen op je pad, maar niet waarvan ik dacht van yes, dat is het. Totdat Heracles kwam dacht ik van ja, dit is mooi. Dit is een mooie club zoals ik het ken. Weliswaar niet in de makkelijkste situatie, maar wel gewoon een mooie club met mensen die ik ken. Nico Jan heeft me 4 jaar gezien bij de KNVB, weet hoe ik werk. Dus ik vind het ook een compliment dat hij mij benaderd heeft. Nou ja, en ik heb heel veel zin om het hier te laten zien met elkaar. Ja, wat maakte de uitdaging zo mooi voor jou? Nou, de uitdaging zit er natuurlijk in het feit of we erin moeten blijven. Dus dat is op zich niet de mooiste uitdaging, want je wil liever voor een kampioenschap spelen dan om erin te blijven. Maar ik denk wel dat, kijk om je heen, hè. We zitten hier in het stadion bovenin. Als je naar het veld kijkt, naar het stadion, de ontwikkeling die club de laatste jaren heeft gemaakt. Ja, daar hoort eredivisie voetbal bij en daar hoort ook op een bepaalde manier eredivisie voetbal bij. Nou ja, dat wil ik heel graag meehelpen om dat weer steeds meer voor elkaar te krijgen. Ja, op welke manier zie jij dat voor ogen? Tenminste, je gaat natuurlijk al jarenlang mee in de Eredivisie. Ja. Nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we punten gaan halen straks. Alleen, zoals ik Heracles ook herinner en de uitwedstrijden bij Heracles herinner, zeker in de periode dat ik bij Groningen zat, was dat het hier hartstikke lastig was. Een ploeg die graag wilde voetballen, die wilde aanvallen. Publiek, heel veel binding tussen team en publiek, wat het echt wel speciaal maakt om hier te spelen. Nou ja, dat gevoel, dat wil je graag weer terug hebben. Dus we moeten wat laten zien hier aan het publiek. We moeten energie tonen, we moeten de wil tonen om wedstrijden te winnen. Maar dat moeten we wel op een manier doen die ook resultaat op gaat leveren. Want uiteindelijk is dat het enige doel, is dat we dadelijk aan het eind van de rit gewoon in de Eredivisie blijven. Ja, dat is het belangrijkste. Ik kan me voorstellen dat je wel een voetbaldier bent en veel voetbal kijkt. Ja, hoe kijk je naar het eerste half jaar van Heracles aan? Ja, ik heb daar wel een mening over en ik heb ook wel veel gezien. Zeker nadat de club afscheid heeft genomen van Sean Lammers en daarna Nico Jan op de lijn kwam. Natuurlijk nog meer verdiept in Heracles dan dat ik van tevoren al deed. Dan kijk je wat globaler. En ik vind niet dat ik heel veel moet zeggen over wat er hier het afgelopen half jaar of anderhalf jaar of wat er hier gebeurd is of hoe er gespeeld is of dat soort dingen. Voor mij is het zaak om vanaf 2 januari te doen op onze manier, op mijn manier en daar volle bak voor te gaan. Ja, ik kan alleen zeggen dat John natuurlijk met de promotie en het kampioenschap ook geweldige dingen heeft gedaan. Dus ik hoop, hij staat in de geschiedenisboeken, dat moeten we eerst nog maar weer voor elkaar krijgen. Ja, nu staat er een selectie met natuurlijk ervaren jongens, maar ook heel veel jonge talenten. En ik kan me voorstellen dat jij dat ook mooi vindt om daarmee te werken, want dat heb je natuurlijk de afgelopen jaren ook gedaan. Ja, nou, dat is eigenlijk, vind ik, in Nederland, als je eredivisietrainer bent, is dat eigenlijk altijd een taak. We zijn een land waar opgeleid wordt, waar je jonge talenten de kans geeft. En als ze het dan laten zien, dan is dat hartstikke mooi. En dat is ook waar de clubs van leven, het verkopen van spelers. Dat was bij Groningen niet anders, was bij Willem II niet anders en dat zal hier ook niet anders zijn. Maar ik vind het wel leuk om met jonge jongens te werken en ze te begeleiden en ze te helpen. Maar nogmaals, we hebben die mix wel nodig van jong en oud. Want in de situatie waarin je zit, zal er ook wat druk op komen, zal er ook af en toe wat teleurstelling zijn. En ja, daar moeten ook jonge spelers wel mee leren omgaan en ook geholpen worden door de technische staf, door ons, maar ook door de wat oudere spelers. Ja, nu zit er een korte winterstop aan te komen. Ja. Daarna gelijk een aantal belangrijke duels natuurlijk. In hoeverre neem je dan nog dingen mee vanuit Jong Oranje? Want ik kan me voorstellen dat je daar ook soms korte voorbereidingsperiode zat. Nou, dat is iets wat ik bij Jong Oranje echt wel geleerd heb. En heel vaak moest toepassen. Binnen 3 dagen moet je zorgen dat een team staat. Dus hoe gaan we aanvallen? Hoe gaan we verdedigen? Hoe gaan we dat doen? Weet iedereen wat hij moet doen? In hele korte tijd moet het duidelijk zijn. Nou, voor mij geldt dat hier ook. We gaan dadelijk, de tweede komen bij elkaar. We hebben een week in Spanje. En heel snel daarna is RKC uit al op de vrijdag. Dat is voor ons een hele belangrijke wedstrijd. Dan moet het duidelijk zijn wat we willen doen. Hoe we het gaan doen. Wat iedere speler moet doen. Ja, en ik heb er alle vertrouwen in dat we dat voor elkaar krijgen.
Wat is je eerste indruk hier, zo vandaag de eerste dag eigenlijk? Ja, wat ik net zei. Dit is een club die gewoon in de Eredivisie hoort. Stadion, sfeer. Maar ook hoe de mensen zijn, ken ik natuurlijk al wel. Ik heb natuurlijk met Brian van Loo gewerkt, met Peter Rekes, met Henry Kruse. Gewoon normaal doen. Zo ben ik zelf eigenlijk ook. Gewoon hard werken, normaal doen, je best doen. Zorgen dat je team aan de gang krijgt. Ja, die sfeer die proef je hier gewoon aan alle kanten. Wat is het belangrijkste voor nu, voor de komende weken? Punten pakken.